Hey. Kaaskop. Hallo, ik zit hier met Alexander Bekkers. Ja. Waar zijn we hier? Westerbork. Westerbork. En als we naar voor ons uitkijken, wat zien we dan? Ik zal het even laten zien. Kom. Nou, dat is allemaal eigenlijk niet zo grappig. Het zijn namelijk allemaal dode mensen. En die zijn hier gekild door de Duitsers. Onze vrienden, de Duitsers. Hm? En wat is achter ons? Wat kun je achter ons zien? Daar, kijk. Daar. Zie je dat? Schotels. Dat is handig, hè? Dat is een achteruitkijkspiegel zo. Schotels. En wat is dit dan? De radiotelescoop. En Alexander Bekkers weet nou precies wat een radiotelescoop is, dames en heren. Kijk, ik zal even inzoomen op Alexander Bekkers. Ja, hallo, daar heb je hem. Alexander Bekkers, u weet nou precies wat een radiotelescoop is? Nee. Waarom niet? Dat ik niet weet. Oh, kijk eens, een close-up van het oog. Wauw. Nou, zullen we nou maar stoppen dan met de gouden hoer? Wacht. Of ga je nog scheet laten? Doe camera's een beetje omhoog. Omhoog, zo. En nog wat? Nog wat, zo. Uw. Wat is die grappig? Oké, stop. Hé? Zien die mensen er raar uit? Komt hij aan. Die had al een rare hars, is maar nou is het nog erg. Busje komt zo, 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 busje komt zo. Eventjes geduld nog, maar dat busje komt zo. Theo en Alex in, wat zullen we eens noemen? Negatief art, ja. Enge hars is die gozer. Normaal is het al eng, maar nu is het nog veel enger. Ja, dit is echt weer zo'n freaky experiment. Wacht even hoor, momentje. Heb je mijn beeld? Ja. Druk maar. Hé, hey, welk gek hebben we hier? Hallo fans, hier is meneer de Groot. Ja, het rode lampje aan, jongen. Ja. Nou, wat voor film ga je maken vandaag? Iemand over. Een film over iemand die niet echt goed bij zijn hoofd is. Ik ben helemaal stijf, man. Ik heb de hele tijd gezeten op mijn verkeerde benen. Hé, hey, hij is aan het bewegen. Hé. Hey. Zie je dat? Ik hoor ineens allemaal motoren in dat ding. Ik ook. Ja, hij is langzaam aan het draaien, zie je dat? Heb je hem in beeld? Ja, wacht hè. Ik ben aan het zwaaien met dat ding. Ben je wel goed wijs? Hey. Ja. Nou, en als je in wil zoomen, kun je dat zo doen met dit dingetje. Kijk. Zo. Hier, zie je dat? Wow. Yeah. Mooi, hè? Nou, zet hem maar stop. Dit is Alex in Dokkum! Ding, ding, ding. Dag, meneer. Wat bent u hier aan het doen? Niets. Niets? Waarom niet? Waarom bent u hier niets aan het doen? Om. Waarom bent u hier eigenlijk? Omdat ik hier ben. Heeft u echt geen zinnig woord te vertellen? Het is hier mooi. Het is hier mooi. Waar zijn we hier dan? In Dokkum. In Dokkum. Wie is er in Dokkum vermoord? Pap Theo. Nee, die moet nog vermoord worden. Oké, dan gaan we even rondkijken. Hè? Dag!
Franz was a pop, La Chanel Duke. And you don't stop, shoot shot, go out. Waar zijn we hier? Bij de zee. Bij de zee? Hier zien we de zee. Aan de andere kant kijken, zie je een meer. Maar waarom hebben ze dat dan zo gedaan dan? Ja, dat weet ik niet. Nou, het is wel hierom dat dus, je kunt zien hier op de muur, dat we zijn nu dus reeds bij de Lauwersluizen. En die scheiden dus de zee van het land, omdat het land niet brak mag worden. En brak betekent dus zout. Wel eens van gehoord? Nee. Dacht ik al. En als wij dan aan die kant kijken, dan zien wij daarom kosteloze energiewinning door middel van windmolens. Wel eens van gehoord, windmolens? Ja. Ja? Is dat de oplossing? Ja. Is het niet een beetje duur? Ja, dat wel. Maar... Dat wel. Dus we moeten heel Nederland maar volzetten met windmolens? Nee. Nee, waarom niet? Te duur en het... Ja. Ja. Hij is niet goed voor de oliebronnen. Nee. Oké, dank u wel. Well, now you see what you wanna be. Just have your party on TV. Cause the man from Mars won't beat up bars where the TV's on. Nee maar. Nee maar. Hij heeft het klaargespeeld in 3 kwartier vandaag. Man, ik dacht dat je weg zou spoelen, dat je uit het putje moest vissen. Heb je dat sleuteltje meegenomen trouwens? Ja. Muziek. Wat een beetje saai hè, vakantie hè? Nee. Nee? Is dit een band voor de vuile keer, ja? Ja, maar die zijn helemaal nat. Maar dat maakt niet uit, gooi er maar in. Dankjewel. Waar gaan we nou heen? Oh, waar is die videoband eigenlijk die we terug moeten brengen? Weet je dat, toevallig? Nee? Uw. Hallo Ab. Hoi. Waar zijn we hier? Waar zijn we hier? Bij de mosterdmakerij. Bij de mosterdmakerij? Wat gaan we hier doen? Abraham mosterd kopen. Voor wie? Voor Roderick. En waarom voor Roderick? Omdat hij Abraham heet. Ja, en wat verder? Waarom geef ik bij hem mosterd? Omdat hij iets voor mijn computer gaat doen. Oh. En dan geef je hem alleen maar een potje mosterd voor? Dan moet je mijn vader vragen, hè? Het zijn er, het blijven Nederlanders, hè, Ab? Ja. Ja. Nou, zullen we even kijken dan? Hier, wat is dat dan voor oud ding? Antiek! Een antieke aanhanger, kijk eens. Ja, draait hij nog steeds? Nou, dat gaan we uitzoeken. Maar ik vraag me af wat die molen ermee te maken heeft eigenlijk. Dat is een museum. Museum? Ja. Die molen is een museum. Dat staat er. Waar? Ja, dat denk ik. Maar hier niet. Hé, je hebt hier ook een kaarsenmakerij. Wilhelmus. Hé, dat is een hele oude bakfiets. Ik denk niet dat dat museum open is vandaag, jongen. Hé? Hi. U bent het museum, meneer? Ja, hij is niet open vandaag. Ja, dat dacht ik al. Maakt niet uit hoor, maar de mosterd is wel. Ja, die is wel open. Ja, bedankt. Oké. Okay.
Dag. Ik zag zo'n heel mooi bord aan de straat, mosterdmakerij. Ja, klopt. Het lijkt wel een restaurant. Dat is het ook. En u heeft specialiteit mosterdgerechten? Ja, we hebben wel een paar mosterden, maar het is niet dat u hier overvoerd wordt met mosterd, zo weet ik niet. Nee. Maar wordt hier nou nog echt mosterd gemaakt of is dat alleen maar een demonstratie? Nee, er wordt wel mosterd gemaakt. Als we eigen mosterd maken, we nog wel zelf. Ja, ja. Maar als we mosterd maken, dan komt daar geen publiek bij. Want dan doen we altijd op een rustige tijd, maar dan moet je echt wel een dagje doorwerken. En we doen er ook maar één keer in de drie maanden. Ja, ja. Als er rondleidingen zijn, dan wordt wel verteld hoe of de mosterd gemaakt wordt, verbouwd wordt, wat er allemaal in zit, hoe alles in zijn werk gaat. Ja. En daarbuiten ook kunt u zo even naar binnen lopen en dan kunt u kijken. Rondkijken als u wil. Wat een mooi gebouw trouwens is, zeg. Ja hoor. Ja. Goed, dan kijken wij even en dan kopen we een potje mosterd. Ja, dat is goed. Oké. Okay. Prima, als u mag ook weer even hier, dan kan ik hem hier laten liggen. Oh, dat staat daar. Ja, ja. Ja. Oké, bedankt. En doe hem om de stoel. En als ik er aan op speel, dan doet die doink doink. Wauw. Doink doink. Heb een elastiekje. En doe hem om de tafelpoot. En als ik er dan op speel, dan doet die doink doink. Doink doink. Nu spelen we heel hard. En als ik er dan op speel, dan doet die doink doink. Doink doink. Hier heb je een elastiekje. En doe hem om de stoel. En als ik er dan op speel, dan doet die doink doink. Doink doink. Ik denk dat Willy Wortels. Doink doink. Doink doink. Kijk, dat is wel goed gehoord. Honingmosterd. Mosterd. Oké, ik zet het ding wel even. Valt daar nog iets over te zeggen? Ja. Wat dan? De mosterd is zelf gemaakt in de mosterdmakerij. Ja. En dat beeldje er bovenop. Dan kan als je 50 wordt, mag je gratis eten. Maar Roderick is nog lang geen 50. Nee. Wat moet hij dan? Wachten. Oké, dankjewel. Zou je hier binnen kijken? Ja. Oké. Nee. Dag. Hallo. Jullie zijn niks aan het doen. Lekker koffie aan het drinken? Nou, ja. Net iemand op bezoek. Even testen. Maar... Normaal maak je hier kaarsen. Ja. Ja, ja. Ja. Kijk vlug even rond. Ja, zeg even doen. Ja, dit is de winkel. En dit is de kaasmakerij. Ja, mogelijk zijn we niet heel druk bezig met kaas te maken. Nee, maar het ruikt er in ieder geval naar. Dat is niks zeker. Hé? Ja. Ja, ik heb het gezien. Nee, niet zo. Ja. Dit is geloof ik het saaiste beroep op de wereld. Nee hoor. Oké, 3, 2, 1.
We hebben onze mooie kaas nou zitten te verzieken. Nou is die dus kapot. Ik moest die voor jou doen. 70 keer praten. Hallo meneer. 5 meter staat er een neus. Hè? Haha. Smoedert er een neus. Ja. Wat is in de neus? Fortune teller. Precies. Hey! Ah! Dit is heel raar. My brain's dead weight, I'm trying to get my head straight, but I can't figure out which Spice Girl I wanna impregnate. And Dr. Dre said, Slim Shady, you a basic. So why's your face red, man, you wasted. Well, since age 12, I felt like I'm someone else, cause I hung my original self from the top bunk to the belt. Got pissed off and ripped Pamela Lee's tits off, and smacked her so hard I knocked her clothes backwards like Chris Cross. I smoke a fat pound of grass and fall on my ass faster than a fat bitch who sat down too fast. I don't give a fuck, God sent me to piss the world off. Hi, my name is what? My name is who? My name is Chicka Slam Zany. Hi, my name is my name is what? My name is Chicka Slam Zany. Hi, my name is what? My name is who? My name is Chicka Slam Zany. Hey, hè? Dat is een beetje thuis dan. Hè? De muziek moest met een leiding weg. Ja, de leiding weg. We hebben loop gedaan. Hé? Ik heb nog leiding weg. Ik moest nog allemaal filmpjes zien en zo. Gaan we weg? Ja, dat is leuk. Ik heb jullie nog zien lopen. Ik word nooit meer warm. Gaat Tij niet eten? Tij vindt het interessanter voor Obo te spelen, geloof ik. Hè? Alex? Oh, Alex. Hallo, Alex. Wat een grote kleuter, hè? Ik kan zomaar zelf eens een theetje eten. Een smeerpoet, hè? Again, the Thai cooking team. The Thai beer team. Kun beer, drink, cola, drinking beer. Strange people, man. Oei. Nog een keer! Mijn oude! Ja, bye bye, bye bye, Saté. Maar happy! Bye bye, aham! Alex kan door. Alex kan door. Oh, hier is Alex. Hey, die Alex. Ja, Alex. Daar is Alex. 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 Alex, doe naar ja. Oeh, daar is Alex. Achter de feestjes. Daar komt u. Alex is moe, jongens. Kom op, wat is er gebeurd, Alex? Was iedereen klaar met voetballen? Ja. Omdat er zo'n klein jongetje een bakje is gekregen. Ja? Ga je? Dat was mee afgezond. Heb jij geschopt? Nee? En wat is er gebeurd daar? Dat denk je. Nee? Blum? Blum? Oh, nee. Wat
Wat dan? En toen besloot je maar weg te gaan? Ja. Alleen maar. Een hoedje. Ja, oeh, wat een mooi hoedje heeft Alex nou. Oeh, wat een mooi hoedje heeft Pim nou. Een taan. Dat je een olifant bent. Oh, is dat spoon? Oh, het is een spoon. Nou, is dat dish en spoon? Is dat een hat in de hand? Nee. Dit is pas kunst. Ja, maar dat kunt, hè? Alex, hoe lang je daar op groeven? Wauw. Oh. Nee. Dat was een paal. Die ene gekke engel, die vrouw. Dat is een haaiensin. Dit is paal. Oh. Wat is die? Ja. Ik had het verkeerde bandje erin. Hallo! Kun je nog steeds dom kijken? Ja, dat is wel. Wat doe je nou? Eentje eten, maar het is midden in de winter. Zijn jullie wel wijs? Ivo, ja, dan ben je de enige hier. Meneer Struvel heeft nog steeds niet geplakt. Ja, mooi. Kan je die daar even zo stellen? Ja? Hij is een himbeer. Deze. Niet eens. Eet de vruchten, maraschino en samen. Ja, die vruchten, dat zijn de frambozen. Frambozen, pasgeven. Frambozen? Ja, klopt, frambozen. Marloes heeft er helemaal geen zin in, geloof ik, hè? Hé, Marloes? Nee. Geen zin in een ijsje? Nee, hè? Spraak van deel. Wat is dat dan? Ja. Kijk je deel, zo'n 15 jaar zit Alex hier ook met zijn dochter in te doen. Hé? Blik in de future. Wow. Oh nee? Hé, hey, meneer Alex, wat gaat u hier vandaag doen? Karten. Karten? Wat is dat, karten? Racen. Oh ja, dat is een idioot als een klein karretje rondjes rijden. Nee. Nee? Nee, tuurlijk niet. Ja? Nieuw voor jou of ben je al ervaren? Ik ben al lang ervaren, man. Ja? Ja. Nou, dat zullen we zo eens even gaan zien dan. Ja, is goed. Oké. Super leuk. Dit is dus... Wat is dit eigenlijk waar we hier zijn? I don't know. Ik denk dat dit het nieuwe uitgaanscentrum van Enschede is. Tenminste, dat zeggen ze, maar... Het ziet er een beetje als een toekomstige faillissement uit. Sorry dat ik het zeg, maar het is een beetje hopeloos. Daar is het wereldberoemde Arkenstadion op de achtergrond, dames en heren. Hier Alexander Bekkers nog een keer. Wauw, ze hebben hier high-tech op straat. Kijk, high-tech. En daar gaan we heen. Dan is het sneller. Joppa. En dan een actiefoto van Alex. Ja, yeah. Hallo. Is hier ook? Ja, is dat wel. Als het goed is gaat de deur automatisch op. Wacht, ja, nog één. Dan gaan we naar de bal. De motor kan warm zijn en je kindje daarbij. Pak maar de overal. Zorg bij het instap buiten naar binnen, naar buiten. En te ver naar buiten. Dat kost zomaar 2 seconden.
kan ik je zo wel laten zien, maar je was in ieder geval niet de eerste. Ook niet de ene laatste. Weet je hoe snel we in de bocht omringen? Ja, ik heb het gezien, je slipte behoorlijk. Bewaar dat haarnetje maar, hè? We gaan zo meteen voor een nieuwe inschrijven. Wat? Het haarnetje moet je even bewaren. Hoi! En we staan hier bij Hantje! Bang bang! Ja. Nou, dit is het gebouw van Hantje. In de Rotterdam. Daar, de terminal is daar. Daar is de terminal. Daar gaan ze er allemaal op en zo. Ja, hoog. En daar staat de vrachtwagen, zat van Hantje in en zo. Moet je rechts kijken. Dan moeten we allemaal aangereisd. Niet zo zoomen, maar niet zo van. Wil je 53 kilometer te ver zitten? Ja, we zitten hier 53 kilometer te ver. Ja, dat is namelijk een KUT-chauffeur. Genaamd? Wat? Genaamd? Knapt? Theo Bauer. Theo Bauer, ja, die heeft een mooi verpoort staan hier helemaal 53 kilometer te ver. Goed, dank u wel. Ja, dat was het. Dat kan hier ook gebeuren. Dat kan hier ook gebeuren. Dit noemt men een camping. Ja. Allemaal op het kluitje. Kom, we gaan naar een andere camping. Ja. Camping Mojo Jojo. Bij het kantoor van Hantje. Slipping. Ja. Vijfde verdiepingen. Vijfde verdieping. Weet je, ik sta hier helemaal van te kijken. Ik heb me altijd voorgesteld dat die leuke oude vuurtje daar zit. Ja. Dat is de meeste. Ziet er nog aardig iets uit. Aardig georganiseerd, ja. Ja. Had je daar binnen nog gefilmd of niet? Nee. Ja, paparazzi! Tja, wat doen we hier? Naar de Eumars gaan. En ga je nog upsilen? Nee. Waarom niet? Geen schoenen bij. Flauwsmoes. Oké. Dames en heren, Robbie Ronald! So to the break of dawn.
all over the world. Homeboys, my guys, and pretty girls. Let me take time out to introduce myself. I'm DJ CJ, like no one else. You're gonna rock the house so viciously. You might think I'm from another galaxy. Well, for those of you who do not know, I'm DJ CJ, rocking your show. I create and make the funky rhyme for a hype tape. Brothers try to get with me, but they're lightweight. I teach them and preach them, that's like a man Farrakhan. Get so much fun on the mic, call some Farrakhan. Yeah. Wow, what an adventure. All systems go. The sound suppression water system is now being on. Goodbye, Earth. Oh, ik voel me al een beetje gewichtloos worden. Dit was de start van de ruimte reis naar 185 meter hoogte. Als u door het glas van de bodem kijkt, ziet u de platforms van de oerol aansluiten. Dat is het niet, hè? En zo. Ja? Neusgatinspectie. Doppert. Take two. Dames en heren, dit is Alex. Alex is in Antwerpen en gaat nu weer weg. Hier komt Alex.
de ruimte is op. Antwerpen met vandaag Mental Tio en Lex. Pardon, DJ Lex. En Robbie Jolloot. Ik zit hier verstopt. We hebben pauze. Shit, ik ben ontdekt! Maar dat is zo. Woont hier iemand? Woont hier echt iemand? Zo, heel erg. Hier woont Alex. Oké. Goedemiddag. Dames en heren, ik ga u nu iets bijzonders laten zien. Alexander Bekkers heeft vakantiewerk. Waarschijnlijk alweer genoeg van. Waar is die nou? Ik weet het niet, hè? Maar ik kan het niet. Ja, allergisch voor camera's. Nou, Alex, laat maar eens even jouw vakantiewerk. En wat verdien je ermee? Wat verdien je ermee? Waarmee? Als je niet in elkaar geslagen wordt zometeen. Niet helemaal oksel fris die jongen. Oh, dat staat stoer. Doe maar. Hier. Alex de Biel, goedemiddag. Oh, ben jij grappig? Hou nou eens een keer op. Nou, ja, laten we zien wat je doet.
lukt nooit, man. Ja. Oei. Ah, papa, dat is de hele lens. Maar ik moet even schoon. My check, 1, 2. Frans Bauer. Well, here we go up on the show. Yeah. Well, we got the Black and Ice program like that. Yeah. Start to realize. You step out of the lock. En kom naar de lijn. Speel je daar nou in één stuk door allemaal en dan ingezoomd ook. Heel mooi bakken telefoon. Watch me now, watch me now. Working as a team to fulfill the dream, the theme, conscious, not cash scene. You should be the label, the original, ragamuffin stable, Black and Ice, putting records on the table. Mixing up your styles like food and your blender. A man like a reed in the wind, but not a bender. I'll turn that shit to sender. Defender, no quick, funny prince, calm, son, and no pretender. It's that I breathe on the MI. When I flick to kung fu flick to your eyes, upon the prize. Surprise, ain't no disguise. Finger enough gal glitz, enough gal glitz, enough lies. No more bullshit, son, no more lies. He who dares dies and pussy MCs cries. Ring a ring of roses, men's talent tease decomposes. Black and Ice make moves like Moses. Ready for war like Sun Tzu. We come through like Shaka Zulus, cause Black and Ice be the crew. It's like that, knock you 6 feet high in the sky, cause my man on the bass is sad. Willie M, come again with the DM. Bass to the drum and the snare and the hats like that. Chuck, hey, 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 hey. We coming fat and we out. As a team and we working as a team. Working as a team and to fulfill the dream. As a team and we working as a team. Working as a team and to fulfill the dream. Ambition, you with the program. Man, you could at all, boy, you could be short. When we come to the place, we kick it from we heart. Know the general man, me no like no lost shot. Well, Mr. Matica go broke all them heart. Broke all them heart and you know me have to talk. Tell up on the mic, you know me have to recite. On the mic, we have to recite. General and we are born Israelite. Slam all some lyrics, we say man, in a delight. Yeah, okay, so okay. Everything is alright. I'm Mr. Matic, everything well polite. So, as a team, and we're working as a team, boy. As a team, say we're working as a team, well. As a team, we have to work as a team. Working as a team and to fulfill the dream. That's the only way we can fulfill our dream. Sure. Your hands and your body better pure and clean. Well. And that's the only way I'm here say you can come in. Yeah. No matter if you're black, white, or purple, or green. Sure. I want them fellows, I'm here say this is the dream team. We want to listen all the drum, listen all the bass. Put a little smile, miss up on your damn face. Yeah. We want to listen all the drum, listen all the bass. Put a little smile, miss up on your damn face. Yeah. Know the general, deal with all the case. Mr. Matic now go take it pan ace. Yeah. Mr. Matic now go take it pan ace. But tell them general Scotty, say time we no waste. Gunshot will lick on us, blast off your face. You follow anything? Hey, hey, cool. Hallo, hallo.
hebben we dus alleen maar een klein lampje vanavond. Maar dat vinden ze goed. Emotioneel. Ik ben wel wijs. Dat is wel erg langzaam, hè?